Hey feestvrienden, Cindy van Hengelsportschool Bommel. Kennen jullie de stickmix van Holland Beach al? Ik ga er iets leuks over vertellen, want je kan namelijk met diverse manieren kan je daar dus mee gaan vissen. Maakt Holland Beach de stickmix nou zo mooi? Hij heeft een hele mooie attractie in het water. Hij gaat horizontaal en verticaal gaat hij werken. En ze zijn in 5 smaken leverbaar. Ik heb de Robin Red. Ik heb de strawberry, ik heb de Orient Grill, Scopex Liver en de Instant Project. Er zijn 3 manieren waar je de stickmix mee kan gebruiken. Je kan hem in een emmer met een booster maken, dan is hij lekker nat. Super leuk ook voor in de feederkorf om mee te werpen. Je kan hem combineren met particles en je kan hem in een PVA-zakje doen. Ik heb hier wat stickmix in een PVA-zakje zitten en ik ga jullie nu laten zien wat de werking is van de stickmix. Kijk, daar gaat hij en je ziet inderdaad de mooie werking in het water. Hij komt omhoog. Je kan hem dus ook gewoon bij je bolies gebruiken, maar wat logisch is. Wat is nou het mooiste van die stickmix? Als dit dus op de bodem ligt en die vis die zwemt daar overheen, die stickmix die komt omhoog, die komt door zijn vinnen heen. En ja, het is super aantrekkelijk om dus toch van jouw bolies te gaan vreten. Wij hebben ook van Castaway alle PVA-zakjes, cable ties, alles op voorraad. Dus kant en klaar te kopen bij Hengelsportschool Bommel. Nou, doei!